Bastiaan Nijentwillaar op de Prepoloog. 2 jaar geleden je eerste Dakar uitgereden met het Bas Dakar team. Ja. Toen 6 man aan de finish, 6 uit 6. Ja. Afgelopen Dakar als kistrijder. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Dat was een heel ander verhaal. Dat was zwaar afzien voor mij. Eigenlijk was de bedoeling om dit jaar helemaal niet meer te gaan, omdat ik zo kapot was na de afgelopen avontuur. En, maar ja, ze hebben me toch weer over kunnen halen om mee te gaan met het Bas truckteam. Ja. En dan ja, in de vorm als water dragen dit jaar. Dus ik ben blij dat ik er weer bij ben. Toch? Ja, precies. Ja. Ja. Maar de eerste 5 maanden had ik eigenlijk helemaal niet, geen zin. Dus ja, dat duurde. Waar zit hem dat vooral in? Ja, het zat hem vooral in de zware blessure wat ik had tijdens de Dakar met mijn nek. En dat ik daar gewoon... ik kwam daar niet vanaf. Elke dag ging ik wel naar de massage toe tijdens de Dakar om daar vanaf te komen. En dat heeft de hele Dakar doorgeduurd tot aan de laatste dag. En toen de race ook over was, heb ik er nog 5 weken echt veel last van gehad. En ja, nou is het zo goed als over. Dus ja, het kan weer beginnen. Komend jaar het Bas Dakar team weer terug. Nu met 5 rijders in een iets andere samenstelling. Ja, even kijken. Marcel Huigenvoort is er niet bij. Even kijken, Marco Vergeel is er niet bij. En ja, Jos van Eertem, die is aangesloten. Ja. Dus ja, dat is mooi. En hopen dat we weer hetzelfde kunnen doen als 2 jaar geleden. Dat we weer met 5 man de finish over kunnen. En wat ook mooi is, dat ja, Wim er weer bij is. De monteur. Ja, precies. Ja. Belangrijk, hè, denk ik. Ja, dat is heel belangrijk. Dat er een persoon is die het team goed kan leiden. En ja, dat is voor Wim wel weggelegd, denk ik. Dus, vandaag op de Prepoloog, veel volk. Mooie dag, hè, zo? Ja, prachtig. Moet je kijken wat hier rondloopt. Je ziet de mensen hier gewoon genieten. En voor mij is het nog weer drukker dan afgelopen jaar. Ja, ja. En ja, ik hoop dat het elk jaar drukker wordt voor hem. Ja, je motor wordt nu klaargemaakt. Hoe ziet de komende periode er voor jou uit? Nou, ik ben eigenlijk net gisteravond ingevlogen vanuit Portugal. En ja, je moet hier aanwezig zijn. Dat is ook mooi voor de sponsors en voor het publiek. Maar overmorgen vlieg ik weer terug naar Portugal, want ik heb mijn motor nog niet helemaal klaar. Ik moet nog 3 dagen aan het werk. En dan de 20e, ja, dan moeten ze weer de boot. Spullen op de boot. Ja, dan gaan ze weer de boot op. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Jij ook.